Hallo, mijn naam is Jaren en terug kijk eens een nieuwe video van Minecraft overleven in de woestijn. De vorige aflevering zijn we hier geëindigd, dus nu gaan we dan weer hier verder. Even kijken wat in de kisten zit. Oeh, diamonds! Dat is al iets goeds. Ook nog wat hoorzamer. Extra hoorzamer. Een zadel. Zijn toch wel wat handige spullen die hierin zitten. Ik kan ook nog de TNT meenemen, hier gewoon onder. Misschien lijkt me leuk om een heel erg grote krater te maken met al het TNT. Had ik al alles gezien hier? Ik denk het niet. Lijkt me ook wel best lastig om in het echte leven ook in de woestijn rond te lopen. Of te overleven. Ik ga even misschien ook wat dingen opslaan. Dan weet ik dat ik hier naartoe kan gaan. Deze kat... Ik zit hier nog steeds en ik vind katten nog wel best wel leuke dieren. Het zijn een van mijn favoriete dieren. En in Minecraft zijn ze heel snel. Ze jagen ook volgens mij creepers weg. Oeh, daar zit nog een village. En het is geen Fata Morgana, want soms heb je in de woestijn zo van die Fata Morgana. Denk je dat er iets is? Ga je erheen? En dan is het er niet. Is ook nog, ben hier nog niet geweest, anders was ze. Waar al die hooibalen al weg. Even het gras meenemen. Waarom ik steeds dirt meeneem? De reden is heel erg simpel. Dit is de enigste manier om aan dirt te raken in een woestijnenwereld. Oeh, nog een tempel. Dat is geluk om te zien dat we nog een tempel vinden. Meestal zit hier ook één boek in. De tocht naar het boek. Deze keer zit er geen boek in. Hier hebben we een mooi uitzicht. Dat is wel leuk om als je bijvoorbeeld naar een kasteel gaat of naar een of andere toren, dan heb je meestal van boven een heel groot uitzicht. We zullen al sinds niet verhongeren, want we hebben heel veel hooibalen om brood te maken. Ik kan deze varkens wel afslachten. Sorry als jullie er niet tegen kunnen, ben ik rustig genoeg gras meenemen. Voor een bel, dat is wel leuk om steeds te gebruiken, zo'n bel. Toen me denken aan toen ik nog op de lagere school zat, dan hadden we de mensen van het vierde leerjaar hadden steeds korter pauze, omdat ze Frans hadden en dan werd de les aangekondigd steeds door zo'n bel wanneer de les begon. En dan als we dat hoorden moesten we in de rij gaan staan. We waren onze lessen Frans. En ik heb al best veel vaak Frans gehad op school. En ik kan het nog steeds niet. Ik hoop op een blacksmith, maar dat hebben ze hier denk ik niet. Nog stilaan donker. Dat is hetzelfde soort huisje. Tijd om een slaapje te doen. Ik ga eens kijken in de tempel. Daar moeten ze toch wel iets leuk hebben. Oppassen dat we niet op de pressure plate vallen. En spannend. Oh god. Een rotten fles ga ik me niet meenemen. Torrens. Ook knockback. Ik hoef geen knopback te hebben, dus dat boek mag hier blijven. En niet vergeten het TNT mee te nemen. Wat was eigenlijk de volledige naam van TNT? Ik heb het ooit eens opgezocht, want TNT is eigenlijk maar een afkorting. En het was nog een best wel heel erg ingewikkelde naam. Dit is zo'n naam dat je echt heel snel vergeet. Ik kan nog even die hooibalen meenemen. En dan ga ik terug naar de vorige village van het begin van de aflevering. Want daar heb ik volgens mij alle kisten geplaatst. En kan ik wat items kwijt. Want het inventaris zit vol, heel snel vol. Wauw, het is nog steeds niet alles. Ze hebben hier echt heel veel hooibalen. Ik vraag me eigenlijk af waar ze allemaal vandaan halen. Want het vond op de in de woestijn is niet zo handig om te gaan farmen. Dus. Hoe komen ze dan aan zoveel haybales? En hier weer gras dat ik kan wegslaan. Lijkt het jullie ook wel leuk om dit met gasten te doen. Dus nu ben ik nog even alleen. Maar lijkt wel leuk als er steeds een aflevering met andere mensen is. Alleen, dan moet ik hier een server nog van maken. En dat gaat ze maar. Ja, dan moet ik ook nog zien hem. Wanneer die gasten en zo dan kunnen om mee te doen. Laten we teruggaan naar die
dat ene beacon. Jullie kunnen het misschien een beetje zien als het sheetje dat ik dit gebruik, maar ja, het is mijn eigen serie, dus ook een beetje mijn eigen regels. En ik vind dat ik dit wel mag gebruiken, anders is het veel te vervelend in de woestijn, want alles lijkt zo'n beetje op elkaar in de woestijn. En dan is het niet zo handig om het de weg terug te vinden. Je ziet een beetje zoals een beetje in het echte leven. Ben ik dan maar gebruik maken van Google Maps of zo via de telefoon. En hier kisten. Ik kan nog een beetje van dit meenemen. Om gewoon brood te maken. En dan ga ik de aflevering hier afsluiten. Dus hopelijk vond ik deze aflevering een beetje leuk. En ja, in de volgende aflevering ga ik nog wat andere villages verkennen en zo. En dat zien jullie dan weer. Dus doei doei.